een normale doordeweekse dag aan het Raadhuisplein in Bodegraven. Niets herinnert meer aan de enorme ravage na een plofkraak bij de geldautomaat van de ABN AMRO Bank aan het plein, ruim een maand geleden. Deze mannen waren verantwoordelijk voor deze ravage. In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 oktober treffen ze kort na 3:30 alvast hun voorbereidingen bij de pinautomaat. En een paar minuten later volgt een flinke explosie. Het gevolg? De voorkant van de geldmachine wordt uit de muur geblazen en ook de bewakingscamera begeeft het. Door de harde knal worden verschillende buurtbewoners wakker. Een van hen is zo alert om zijn camera te pakken. Hij legt vast hoe de mannen uit alle macht proberen bij het geld uit de gehavende automaat te komen. Nadat ze de gevel hebben geramd met een auto, schoppen ze gefrustreerd tegen de wand. Maar ondanks de explosie en het rammen van de muur blijven de biljetten onbereikbaar voor hen. Na een paar pogingen zien ze in dat hun missie kansloos is. En ze vertrekken weer in een BMW. Vlak voor vertrek nemen ze nog wel een koffer mee. De Ford Escort blijft in het centrum van Bodegraven achter, bij de verwoeste geldautomaat. Attentie, je volgt de meetreding. Je wordt verzocht uit te zien naar de grens. Twee surveillerende agenten in Woerden horen even later van de plofkraak in Bodegraven. De daders zetten ondertussen over de provinciale weg koers in de richting van Woerden. Het is dan iets na 3:30 s'nachts. Ja, dat is hem. Dat is hem. Tijdens hun patrouille in Woerden zien de agenten dan een grijze BMW hard voorbij rijden. KM2302, verdachte rijdt een molenvliet binnen. Niet veel later is de BMW alweer uit het zicht. Tot even na 4:00. Maar van de daders geen spoor meer. Alleen een lege koffer. Ja, meneer Meus, die explosie bij de ABN AMRO Bank, die was echt midden in het centrum van Bodegraven. Ja, in het appartementencomplex boven de bank wonen verschillende mensen. En die zijn door de klap ook ontzettend geschrokken. En de schade aan hun woning is gelukkig beperkt gebleven. Maar het had ook heel verkeerd af kunnen lopen. Zeker. Die plofkraak was dus vrijdagochtend 5 oktober tussen 3:30 en 4:00. En natuurlijk willen we die mannen vanavond vinden. We gaan nog een keertje naar hun bewakingsbeelden kijken. Ja, bij die voorbereiding is te zien dat de bivakmuts van een van de twee niet goed over zijn gezicht bleef zitten. Zijn gezicht is hier in ieder geval voor een deel herkenbaar en we hopen dat iemand dat iets zegt. Ja, naast die beelden hebben we nog een aanknopingspunt, want die mannen hebben hun koffer achtergelaten. Die koffer hadden ze mee om buiten in te stoppen. Ja, dat is een koffer van het merk Newfuel. En die hebben ze in eerste instantie nog wel meegenomen vanuit Bodegraven, maar later achtergelaten in Woerden. En we willen graag weten wie die koffer in zijn bezit heeft gehad voor de overval. Of dat iemand misschien een link ziet tussen de daders en die koffer. Nou, hebben die mannen hun auto achtergelaten in Woerden? U wilt heel graag weten wie die daders daarna nog heeft gezien. Ja, er is een aantal minuten verstreken voor het vertrek van die twee vanaf het Hondsdrafveld in Woerden. En de aankomst van mijn collega's. Ze kunnen dus mogelijk ergens in een van die huizen zich schuil hebben gehouden. Maar misschien hebben ze ook in de wijk Molenvliet een auto staan waarmee ze gevlucht zijn. U wilt ook nog iets meer weten over die auto's. De daders hebben twee auto's gebruikt. Eentje om de bank mee te rammen, eentje dus om mee te vluchten. Beide auto's bleken gestolen te zijn. Ja, als eerste de Ford Escort Wagon, waarmee de bank is geramd. Die blijkt 3 dagen voor de overval te zijn gestolen in Amsterdam Zuidoost. En dat is in de nacht van 1 op 2 oktober. Sorry. En die auto verdween vanaf het Millingenhof. En de Ford Escort heeft rondgereden met het kenteken RJPG37. En we willen graag weten of er getuigen zijn van de diefstal of mensen die de Escort, die weten waar die heeft gestaan, tussen de diefstal en de plofkraak in. Dan is er nog de BMW die ze in Woerden hebben achtergelaten. Die is ook al gestolen in de buurt van Amsterdam. Ja, die auto is gestolen in Amstelveen vanaf de Oosterhoutlaan. Dat gebeurde in de nacht van 26 op 27 september. En de auto had tijdens de plofkraak 2 verschillende kentekenplaten.
De ene was 92 RLV 9 aan de voorkant. En aan de achterkant zat 67 XSPX. En die achterste plaat is ook gestolen in Amstelveen. Ook deze auto willen we graag van weten waar die heeft gestaan of wie mensen die de diefstal hebben gezien. Dus waar is die gebleven tussen die data? Twee diefstallen dus in de buurt van Amsterdam. Dat zegt misschien wel iets over de woonomgeving van de daders van deze plofkraak. In ieder geval zijn ze bekend in de omgeving van de hoofdstad. En misschien komen ze er dus inderdaad wel vandaan. Weet u meer over hun mislukte plofkraak bij de ABN AMRO in het centrum van Bodegraven in de nacht van 4 op 5 oktober? Bel dan nu meteen de opsporingstiplijn of meld Misdaad Anoniem. En ook de criminele inlichtingeenheid zit vanavond klaar voor uw informatie.